Het Amerikaanse gevechtstoestel Joint Strike Fighter moet de F-16 vervangen. Nederland is met Stork Fokker partner in het project en investeerde inmiddels een miljard. Maar het is onduidelijk wanneer het toestel klaar is en hoeveel het dan gekost heeft. En daardoor dreigt de PvdA vannacht tegen de JSF te stemmen, waardoor er een kamermeerderheid het project kan afschieten. Dat betekent dat de regio, in deze regio Drechtsteden de banenmotor tot stilstand komt. En het gaat om honderden banen en honderden nieuwe banen die dan dreigen te verdwijnen. En dat kan natuurlijk niet waar zijn. We zaten en zitten in het ontwikkelingsprogramma en dat levert de Nederlandse industrie en deze regio Drechtsteden banen op. Dus dat kost helemaal geen geld. We zijn zeer vooraanstaand, die sterke groei. Vorig jaar meer dan 20% in dit gedeelte van het bedrijf. Echte banen, ja, dat zet je op de tocht. Dus op het beste als op de plaats. Maar heel veel schade voor Nederland en haar reputatie.